Ik moet zeggen dat ik televisie erg leerzaam vind. Op het moment dat iemand de televisie aanzet, ga ik naar de bibliotheek en lees een boek. Ik wil jou het eerste exemplaar overhandigen van beide boeken. Dankjewel. En ik hoop dat je er een beetje tevreden over bent. Ja, ziet er prachtig uit. Ik had je al iets gestuurd, dus ziet er prachtig, hè? Bent hopelijk niet helemaal verrast. Ja, je had eerst al twee dummies gestuurd en toen keek ik erin. En toen dacht ik, zijn dat nou dummies of moet ik hem bellen dat er iets mis is gegaan? Ja, maar Eve vertelt over hoe was het voor de oorlog en jij van na de oorlog. En ook foto's van Eve als klein jongetje en Astrid als klein meisje. Voor de oorlog, dat is maar een heel klein stukje, hoor. Ja, maar toch. Het was ontzettend leuk. In ieder geval in Rotterdam en omstreken is het al een groot succes. Ik geef jullie graag het eerste exemplaar. Of ieder een eerste exemplaar. Volgende week doen we het nog een keer over in boekhandel Snoek in Amsterdam. Rotterdam, hoor. In Rotterdam. Ja, ik ben helemaal in de bar. Foutje. Ik moet zeggen, dat maakt het voor mij een heel bijzonder boek. Want wij hebben dus samen de Rotterdam gelopen, wandelingen gemaakt. En dat is iets wat je dus anders op deze leeftijd niet meer doet. Dat doe je als kind, maar niet meer op deze leeftijd. En dat hebben we nu wel gedaan. En dat maakt dit meteen een dierbare tijd en een dierbaar boek. Het schrijven van dit boek heeft een hele grote betekenis voor mij gehad. Het is het verhaal van een vergeefse zoektocht naar een van onze beste vrienden, Willem-Jan. Die na de tsunami van tweede kerstdag 2004 werd vermist. Dit is het echte officiële eerste exemplaar, want ik heb geleerd dat er verschillende eerste exemplaren kunnen zijn. Maar dit is het echte eerste exemplaar wat ik zojuist kreeg van Kees de Bakker. En ik zou u dat heel graag willen aanbieden. Ik kom daarvoor even naar u toe, dus u kunt blijven zitten. En dat allemaal ter nagedachtenis aan Willem-Jan, zoals ook de opdracht van het boek luidt. Henk. Kees, je hebt een prachtig boek geschreven, je hebt erg je best gedaan. Je zat enigszins onder hoogspanning, want het ESMA-proces is begonnen, dames en heren, staat hier ook in. En meneer was ook nog bezig met Julio P. Ja. Hè? Kortom, je had het druk, moest nog naar Uruguay. Maar het is een prachtig boek geworden. Kees, je hebt echt je best gedaan. Mooie foto's erbij. Wat wil je nog meer? Degene die ik er vooral heel graag bij had willen hebben, dat is onze prachtige dochter Nanda. Ja, die heeft de foto's gemaakt. Hè? Maar die had schoolverplichtingen. Zo. Ze is 13, maar ze heeft alle foto's gemaakt in het boek. Ook de omslagfoto's. Dus daar ben ik heel trots op. Zo, goed hoor. Applaus voor Nanda. Het zijn allemaal mensen uit jouw wijk. Hè? Ja. En het is ongelooflijk, want ik weet niet of u wel eens naar een documentaire heeft gekeken, maar zij heeft een schitterende documentaire gemaakt. Vanmiddag laat je misschien iets zien bij een lezing. En ja, je krijgt de koude rillingen als je die wijk ingaat. Hè, het is levensgevaarlijk. En de politie is er niet om je te helpen, geloof ik. Nee. Maar die heeft dus gewoon gepantserde wagens. Of nou, het lijkt wel oorlog. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Zeg. Dankjewel. Heel succes, hè. Mag ik de envelop meenemen als je wilt? Oké, dankjewel. Jacob. Het allereerste exemplaar. Die anderen waren toch gewoon geen eerste exemplaren. Dank je. Alsjeblieft. Wil je nog iets zeggen? Tuurlijk. Ik heb mij laten vertellen dat er steeds minder mensen in Nederland lezen. Ze kijken naar televisie, ze lezen op een beeldscherm, maar niet meer in een boek. En dat kost heel veel moed voor een uitgever om zoveel nieuwe titels ieder jaar op de markt te brengen.
Dus ik zou zeggen in de eerste plaats een applaus voor Kees. Dankjewel, Kees. Wie geeft er nou een filosofische roman uit? Maar goed, ik ga het straks toelichten. En Michael en Pascal, willen jullie even naar voren komen? Ja, niet Wenen. Helemaal het eerste. Nee. En New York. Dankjewel. Ik bedoel, jullie zijn hiervoor speciaal naar Nederland gekomen, dus ik vind het toch leuk om jullie even aan het publiek te laten zien. En straks de lezing. Oké. Okay. Alvast bedankt voor je komst en succes alvast met de lezing. Dankjewel. Het leest als een jongensboek. En iemand bij Fanlog Radio 1 Journaal, dat is een aparte website, die zei, nou, daar heeft de uitgeverij goed op ingehaakt. Hè? Het leest als een jongensboek. Peter en Yvonne, willen jullie naar voren komen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het helemaal niet zag zitten. Want dat boek, want... Dat heeft Peter ook gezegd. Ja. En toen zeiden ze van de uitgevers, die willen alleen maar geld verdienen en zo. En die zitten lui achterover in de stoel. Lui achterover in de stoel. Wat denken die luie donders van de Volkskrant? Nee, maar het was... Van harte. Wat is er mooi is aan het boek? Nou ja, dat er allemaal leuke verhalen in staan, joh. Moet je kopen?